Alge 522 kwam in het Centraal Onderzoek als 5-jarige hengst. Hij werd geboren als Aizo van Twillens Ster AAA bij fokkers Hans Boersma en Willemke van der Bij. Alge 522 is een zoon van Heike 482 uit de Ster AA Merrie van Wielster 463 uit stam 8. Hij heeft een verwantschapspercentage van 17,4% en is daarmee lager verwant dan de 17,8% gemiddeld in 2021. Zijn stokmaat is 1,70 meter. De hengst heeft een AAA-score met 88 punten voor zijn IBOP-zadelproef gekregen, met een 9 voor draf. Alge 522 is een hengst met veel rasuitstraling. Zijn verticale hals mag iets meer lengte hebben en hij heeft wat weinig nek. In de bovenlijn is hij voldoende sterk. Hij heeft een gewenste kruisligging met voldoende lengte. Zijn beenwerk is wat grof, maar voldoende droog. Correct gesteld, wat week gekoot en hij heeft een royale hoeven. Alge 522 is een rustige, meewerkende hengst die zich tijdens het centraal onderzoek duidelijk heeft verbeterd. Zijn stap is ruim en taktmatig. Hiervoor haalde hij mooie scores. Zijn draf is ruim, waarbij hij wat meer oprichting mag tonen. Hij heeft voldoende buiging in het achterbeen dat hij wat sneller mag onderbrengen. In galop laat Alge 522 een ruime sprong zien met voldoende afdruk. Als rijpaard is Alge 522 iets flegmatiek. Hij mag wat scherper zijn, is rustig in de aanleuning en mag wat meer lichaamsgebruik tonen. Als rijpaard heeft hij voldoende aanleg. De hengst heeft zich in het aangespannen deel van het centraal onderzoek positief ontwikkeld. Hij is ongecompliceerd met ruim voldoende activiteit in de benen. Alge 522 heeft veel aanleg als menpaard, maar minder aanleg als tuigpaard. Alge 522 is een laagverwante hengst en daarmee zorgt hij voor bloedspreiding. Daarbij kan hij bij merries die vrij zijn van het dwerggen de ruimte in de stap verbeteren en heeft hij een rustig en meewerkend karakter.